de meeste wielrenners, amateurwielrenners, die willen gewoon alleen maar zo hard mogelijk fietsen. Ja. En dat gaat het eerste uur, anderhalf uur gaat het prima. Maar daarna heb je eigenlijk meer aan een aerobemotor. Dus die moet je ook trainen. Ja, mooi, hoe is het? Vandaag hebben we geprobeerd om in onze zones te blijven, maar of het is gelukt is maar de vraag. In de zone waar Wilbert ons graag in ziet is een tweede. Ja, ja, oké, want welke zone wil hij dan? D1, D2. Ja. Wat is dat? De meeste mensen werken met 5 zones, dus dat ben ik ook gewend om te doen. De makkelijkste manier om het uit te leggen is eigenlijk misschien wel om even wat te tekenen. Kijk, wat je hier ziet, in deze lijn, dat is eigenlijk het wattage bij jullie test. Hè? Dit gaat gewoon de hele test langzaam omhoog. Ja. En je moet weten dat de menselijke motor bestaat eigenlijk uit 2 motoren. Je hebt een aerobe motor en je hebt een anaerobe motor. Aerobe is met zuurstof, anaerobe is zonder zuurstof. De aerobe motor, dat is vet en koolhydraten. De anaerobe motor is alleen maar koolhydraten en die is heel erg onzuinig. Dus dat is echt een race motor. Je koolhydraten gaan er heel snel doorheen, maar je haalt er wel heel veel vermogen mee uit. Als je zeg maar je vetverbranding wilt trainen, dan moet je op een lage intensiteit trainen. En dat kun je zeg maar zien in die grafiek. Ik heb alvast een rode lijn erbij gezet. Wat je eigenlijk ziet hier is in het begin van de test, als jullie beginnen, is al het wattage wat je levert, is aero. Vanaf een bepaald punt is de aerobe motor zelf niet meer sterk genoeg en moet ze maar die race motor een beetje bijspringen. En dan krijg je zeg maar een soort mengverbranding waarbij je zowel aerobe als anaerobe verbrandt. Nou, dat punt, dat voel je zelf niet. Daar heb je helemaal geen last van. Maar vanaf dat moment gaat die anaerobe motor wel je koolhydraten dus zonder zuurstof verbranden. En daar komt lactaat bij vrij. En dat is wat je uiteindelijk ook echt in je benen voelt als je een sprint doet of als je echt een steile berg opknalt. Maar in het begin ruimt je lichaam dat lactaat eigenlijk net zo snel op als dat het wordt aangemaakt. Dus je hebt een soort lactaatbuffer, die gaat aan de slag en die zorgt eigenlijk dat het lactaat meteen weer wordt opgeruimd. Nou, dat punt, dat voel je dus niet. Goed om te weten is dat als ik dit punt, waar dus die anaerobe verbranding erbij komt, ja, dat is de eerste drempel. Na die eerste drempel zit je in de D2-zone. En in die D2-zone, als je zeg maar bij de test het wattage blijft doorstijgen, ja, je lichaam moet er steeds meer lactaat gaan wegbufferen terwijl het wordt aangemaakt. En er komt op een gegeven moment een punt waarop je lichaam net zoveel lactaat nog maximaal kan wegvangen als dat het wordt aangemaakt. Dus dit punt, dit is je maximale buffercapaciteit. Als je hier voorbij gaat, wordt er meer lactaat aangemaakt dan dat je lichaam nog tegelijkertijd kan opruimen. En dat is verzuring. Dat is, ja, dus vanaf dat moment gaat de verzuring langzaam oplopen. Ook al blijf je zeg maar hetzelfde tempo fietsen, ga je niet meer versnellen. Of blijft je hartslag of wattage hetzelfde, dan gaan je benen dus langzaam vollopen. Dat is de tweede drempel. En dat is de drempel die wielrenners over het algemeen heel goed voelen. Ja, dus als jij zeg maar gewoon zo hard mogelijk gaat fietsen, dan ga je eigenlijk gewoon tegen die tweede drempel aanzitten. Want dat is wat je net vol kan houden. Is dat het omslagpunt? Dat is dat is inderdaad wat mensen het omslagpunt noemen of de drempel. Dat is eigenlijk, fysiologen noemen dat eigenlijk de tweede drempel. En de eerste drempel is dus waar die anaerobe motor zeg maar erbij moet komen. En dat kun je dan uitdrukken zeg maar in je hartslag. Daar zie je dat in, toch? Ja, ja, want eigenlijk werkt het zo dat je hart levert eigenlijk een beetje op aanvraag. En als jij een bepaald wattage vraagt van je lichaam, dan moet je er wel van uitgaan dat je bij een bepaald wattage ongeveer elke keer ook dezelfde hartslag gaat hebben. Ja. Dus je kunt die zones uitdrukken in wattages of in hartslagen. Dat maakt niet uit. Okay. Nou, wat is nou belangrijk? Wat ik zei, die anaerobe motor, dat is zeg maar de race motor. Dus dat is als je zeg maar echt wil knallen, als je een korte inspanning levert, dan is die heel belangrijk, hè? Sprinten. Maar het probleem van de anaerobe motor is dat die alleen maar koolhydraten gebruikt. En die koolhydraten die raken op een gegeven moment op. Hè, dus tijdens een fietstocht eet je natuurlijk je reepjes en je jelletjes.
toch kun je niet net zo snel koolhydraten eten als dat je ze verbruikt. Ze gaan uiteindelijk, als je net zo hard blijft fietsen als je wil, gaan ze uiteindelijk op. En dan heb je dus eigenlijk alleen nog maar die aerobe motor met dat vet. En als je dus een lange tocht wil rijden, van laten we zeggen 1,5 uur, 2 uur of langer, dan kun je niet zo hard mogelijk rijden. Als je zeg maar continu tegen die tweede drempel aan zit, dan ben je binnen 1,5 uur zo'n beetje door je koolhydraten heen. Nou, als je echt, dat weet Bas ook wel, als je een wielerkoers rijdt, zit je helemaal niet eten tegen die drempel aan. Dan ben je natuurlijk heel lang gewoon, heel vaak rij je gewoon best wel rustig. Maar als je wil winnen, wil je wel zo vaak mogelijk, zo hard mogelijk rijden. En wat is nou de truc? Als je dus die aerobe motor groter maakt, dan komt dat punt waarop, dan komt die eerste drempel, komt later. Dus eigenlijk schuift dan dat allemaal, schuift het allemaal langzaam op. Is dat een stippellijntje? Zie je die ook? Ja. Dus als je nou die aerobe motor groter maakt en de eerste drempel gaat opschuiven, dan schuift eigenlijk alles een beetje op. En kun je dus harder rijden voordat je die anaerobe motor nodig hebt. En dat kun je dus langer volhouden. Zo kun je gewoon langer harder rijden. Nou, op basis van die twee omslagpunten maken we eigenlijk 5 zones. En D1 zit net voor de eerste drempel en D2 zit er net na. Dus als Wilbert tegen jullie zegt van ik wil een D1, D2 training, dan wil hij eigenlijk dat je rondom dat eerste omslagpunt gaat fietsen. Zodat je die aerobe motor zo groot mogelijk maakt. Dat is eigenlijk het hele idee achter duurtraining, is de aerobe motor trainen. En als je zeg maar zegt van ik heb best wel wat inhoud, maar ik wil vooral sneller worden of ik wil meer punch hebben, dan ga je in de bovenste zone trainen. Dan ga je intervaltraining doen. En wat je met intervaltraining doet, is dan ga je juist die verzuring heel erg opzoeken. En dan probeer je die buffercapaciteit te vergroten. Dus dan probeer je eigenlijk dat de hoeveelheid lactaat die je lichaam kan verwerken, dat die groter wordt. En als dat groter wordt, dan schuift die tweede drempel weer op. En dan kun je dus dieper gaan, zeg maar. Dus de meeste wielrenners, amateurwielrenners, die willen gewoon alleen maar zo hard mogelijk fietsen. En dat gaat het eerste uur, 1,5 uur gaat het prima. Maar daarna heb je eigenlijk meer aan een aerobe motor. Dus die moet je ook trainen. Betekent dat er ook als je langer zeg maar, die duurzame motor traint, dat je dan automatisch ook sneller wordt aan het laatst, zeg maar, dat je het langer kan volhouden? Ja, dat is het idee. Dus als jij zeg maar de aerobe motor sterker maakt, dan spaar je als het ware die koolhydraten voor de finish. Ja. Dus je wil je koolhydraten alleen gebruiken als het echt nodig is. Als je allebei een beetje traint, dan word je dus niet, uiteindelijk niet echt beter. Toch? Ja, dan kijk, het is efficiënter om één van beide te trainen. Ja, kijk, wielrennen is ook wel weer gewoon, je hoeft het niet ingewikkeld te maken. Je kunt ook zeggen van hoe meer je fietst, hoe beter je wordt. Alleen als je altijd tegen die drempel aan zit en je doet altijd allebei die motoren een beetje. Als je zeg maar 2 keer per week fietst of zo, is dat prima. Maar wat jullie van plan zijn om echt het maximale uit jezelf te halen, dan wordt dat een hele eentonige trainingsprikkel voor je lichaam. Dus dan wil je lichaam eigenlijk meer variatie. En als jij zeg maar 10 uur per week gaat fietsen en je gaat 10 uur per week elke keer in die mengzone zitten, in dat grijze gebied, en dan wordt de meeropbrengst wordt gewoon steeds minder. Dan is het beter om keuzes te maken van ik ga vandaag of mijn aerobe motor trainen of ik ga die anaerobe motor trainen. Ja. Dan heb je uiteindelijk zeg maar met dezelfde hoeveelheid tijd die je traint, haal je er meer rendement uit, meer trainingswinst. Dus de basis als je begint met wielrennen is dus eerst je aerobe motor goed trainen om vervolgens daarna verder te gaan met de anaerobe motor. Ja, het hoeft niet eerst het een of het ander. Je mag het wel allebei tegelijk doen. Dus je mag best duurtrainingen en intervaltrainingen afwisselen. Ook in 1 week, dat is prima om ze allebei te trainen. Maar het is gewoon goed om te variëren met je training. En om keuzes te maken van of het ene goed doen of het ander goed doen. En als je af en toe een grijze training doet, is het prima. Maar als je alleen maar dat doet, dan zul je zien dat je minder trainingsprogressie boekt. Ten opzichte van mensen die wel keuzes maken. Dus soms als je vogeltjes gaat kijken, dan voel je er van ik maak helemaal geen tempo. En wat ben ik nu eigenlijk aan het doen? Dit voelt helemaal niet als trainen, maar in principe ben je wel gewoon voor een wedstrijd. Dat voorbereiden. Juist, ja. Absoluut. Absoluut. En alleen je moet dan niet een half uurtje gaan, hè? Nee, dan moet je wel langere tijd gaan. Ja.
Dan moet je uitgebreid vogeltjes gaan kijken. Moet je echt gewoon partij vogels gaan tellen, word je bang van. Heel de biesbos geteld. Ja. Zit er dan nog heel veel verschil tussen verschillende type renners? Want kijk, Devin is wat meer gebouwd als een ile klimmer. Ik ben iets forser van stuk. Zou de ene training voor mij ook efficiënter zijn dan voor Devin? Dat is een goede vraag. Je hebt zeker, kijk, je hebt ook aanleg voor de een of de andere motor. Hè? Dat is ook waarom sommige mensen gewoon sprinters zijn en echt geen klimmers. En andersom bijvoorbeeld. Hè? Dus de jongens die op de baan, baanwielrenners bijvoorbeeld, die hebben een enorme anaerobe motor. Maar die hebben eigenlijk maar relatief weinig aerobe vermogen. En omgekeerd, mensen die bijvoorbeeld triathlons doen, hè, die 11 of 12 uur of zo achter elkaar hebben een enorme aerobe motor. Maar die hebben bijvoorbeeld dan wat minder punch. Dus als het een keer bergop gaat, nou, dan worden ze uit het wiel gereden, om maar eens wat te zeggen. Dus er zit heel veel genetische aanleg bij. Als jij zeg maar van jezelf weet waar je sterke kanten liggen, dan kun je ervoor kiezen om die juist goed te ontwikkelen, hè, als je echt een bepaalde richting op wil. Maar als je allround wil worden, ja, dan kun je ook goed juist op je mindere punten juist proberen te ontwikkelen. Dus als Devin bijvoorbeeld weet van, nou, ik kan, zeg maar, als wij met z'n drieën gaan rijden, dan het eerste uur, dan moet ik echt aanpoten. Maar als we, zeg maar, na 2 of 3 uur, als iedereen een beetje moe wordt, nou, dan kom ik juist bovendrijven. Dan zul je dus relatief wat meer aerobe vermogen hebben en dan heb je wat minder anaerobe punch. Nou, dan kun je dat gaan trainen door intervaltrainingen te gaan doen. Dan kun je gewoon sterker proberen te worden. Maar heel veel mensen merken juist van, nou, als ik met een groepje wielrenners ga fietsen, dan ben ik het eerste uur ben ik hartstikke goed. Maar als de inspanning langer duurt, ja, dan op een gegeven moment dan raakt de tank leeg. En dat zijn dus de mensen die alleen maar heel hard trainen en hun anaerobe motor heel goed ontwikkeld hebben, maar die eigenlijk te weinig aandacht besteden aan de onderliggende aerobe basis. En die moeten dan dat juist gaan trainen. En dat zie ik eigenlijk het meest op mijn spreekuren. Dus mensen die zeggen van, nou, ik kan echt het eerste uur super hard fietsen, maar daarna ben ik niks meer waard. En dan zeg ik eigenlijk, ja, je traint hard. Je moet eigenlijk minder hard gaan fietsen. Meer vogels stellen. Willen ze vaak niet horen, maar ja, het is niet anders. Ik heb nog wel één vraag trouwens. Oh, die is ook wel relevant voor de bal. Ja, maar dat is meer voor ons. Kijk, wij gaan natuurlijk straks wedstrijden fietsen. En ja, dat is natuurlijk, tuurlijk zit je in een peloton, dus hoef je iets minder hard te trappen om 40 te trappen. Maar toch, ja, realistisch zien, voordat Devin en ik een uur, anderhalf uur, 40 km per uur kunnen trappen, dat wordt wel gewoon een uur, anderhalf uur gewoon vol op die anaerobe motor, of niet? Weet je, in een peloton, als je echt in de buik van een peloton zit, is 40 echt wel te doen. Ook voor jullie, nu al, denk ik. Het is echt, als je met een grote groep wielrenners dicht op elkaar zit, dan is die zuigende werking is echt best wel groot. Het is echt heel erg anders dan dan het in je eentje of met z'n drieën 40 rijden in een treintje. Is ook al echt al zwaar, ook voor de laatste man. Maar als je echt allemaal mensen om je heen hebt, maakt dat echt heel veel uit. Hm. Kijk, als je in een peloton rijden, is echt de perfecte uitleg eigenlijk van een lange aerobe inspanning en dan bergop of met sprint, dan moet je knallen. Dat is die anaerobe motor. Dus een wedstrijd wielrennen is eigenlijk een hele goede uitleg van wat die twee motoren doen. Eentje is gewoon lang volhouden en de andere is knallen. Dat is precies wat je als wielrenner moet doen. Dus je moet allebei die motoren moet je goed op orde hebben. Nou, dan weten we precies weet wat we moeten doen. Ja. Ja. Nou, dan gaan we maar. We hebben nog een paar weken op de training, dus dat komt goed. Ja, goed zo. Uurtjes maken. Heel veel uren maken. Hoi. Heb je in deze video nou ook weer heel veel geleerd over het trainen? Doe dan even een duimpje omhoog en vergeet vooral niet te abonneren op dit kanaal. En heb jij ook van die vrienden die altijd 30 plus gemiddeld rijden over hun fietsrondjes? Vertel ze dan even dat ze dat niet moeten doen en stuur deze video dan even door.